Ik ben er wel van geschrokken en ik vind het wel heftig om te horen. Hallo lieve mensen, deze week ga ik op junkfood leven een week lang. Dan denk je misschien, dat is toch al eens gedaan door die gast uit de documentaire van Super Size Me. Ja, dat klopt. Maar omdat hij zo vreselijk vaak door jullie is aangevraagd, heb ik besloten om hem ook te gaan doen. Een week lijkt misschien een beetje kort dan om de effecten te ervaren. Maar het lijkt mij dus juist leuk om het volgende te onderzoeken. Je kent vast wel dat gevoel dat als je een paar keer of een paar dagen echt slecht hebt gegeten, dat je meteen zo'n naar gevoel in je lichaam hebt. Dat je meteen zo ongezond voelt en gewoon slecht voelt. En ik ben dus benieuwd of dat mentaal is, omdat je weet dat je slecht hebt gegeten, of dat dat ook daadwerkelijk in je lichaam te zien is, te merken is. Kortom, ik ga een bloedtest laten doen om allemaal dingen in mijn lijf te laten meten. En dat doe ik voor de week en na de week. Om dus te kijken of het daadwerkelijk, nou ja, allemaal in je hoofd zit. Of dat zelfs een week slecht eten al heel erg invloed kan hebben op je bloed en cholesterol en blablabla. Gaat een week op junkfood leven gevolgen hebben voor je lichaam? We gaan het zien. Let's go! Voordat we gaan beginnen, moeten we natuurlijk even goed vaststellen wat junkfood precies is. Je bedoelt naast awesome. Ik heb heel veel research gedaan en het lijkt misschien eenvoudig, maar er is meer nuance dan je denkt. Ik zou bijvoorbeeld prima een week op hamburgers en pizza kunnen leven en toch veel vitamines binnenkrijgen. Want zwarte bonenburgers en bloemkoolbodempizza's. Je kan daarnaast ook nog eens prima afvallen als je gewoon junkfood eet, want uiteindelijk draait dat om calorieën in versus uit. Mijn conclusie van junkfood is in ieder geval producten, gerechten, items met veel calorieën en heel weinig voedingswaarde. Dus weinig vitamine en mineralen. Nog één keer voor de duidelijkheid. Veel calorieën, weinig voedingswaarde. Jongens, dit weer. Hoewel ik morgen pas de uitslag krijg van het bloedtest, ga ik toch vandaag al van start. En dat komt omdat we met Masha en Gregor hebben afgesproken om vegan junkfood te gaan eten. Dus dan kan je net zo goed gelijk meteen hoppatee. Toch? Echt. Zin in, jongen. Je hebt geen idee hoeveel zin. Gijs, ik ben voor de eerste keer onderdeel van het experiment en ik ben blij. Ben ik al terug? Wij zijn onderweg naar een restaurant waar we echt te vaak bestellen. Namelijk de Vegan Junkfood Bar. En daar gaan we eten met Masha en Gregor. Want die eten ook heel veel vegan. Dus dat is fijn. En sowieso, dat eten is het fijnste ooit. Wat ga jij nemen, weet je het al? Nou ja, de Vegan Junkfood Bar is zo vriendelijk geweest om onze partner te worden voor deze video. Dus zij stellen hun deuren voor ons open, zodat wij een week lang op junkfood kunnen leven. Ja. Dus daar gaan ze spijt van krijgen. Wat wilt u bestellen, meneer? Alles! Geef ik die kaart terug en zeg ik deze graag. Eén van allemaal. Ja. Eén van alles. Trouwens, ik moet even zeggen hallo. 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 Hoe lang ga je dit volhouden? Ja, je wordt helemaal niet awkward. Zwaaien wordt ook steeds moeilijker. Zwaaien. Buurman. Dat is wel waar. Hij wil laten zien dat hij dit tasje heeft. Ik help even. Dat ik, ja, wat? En weet je wat ik van deze hele mooie mensen heb gekregen voor mijn verjaardag? Hashtag gekregen. Hashtag gekregen. Ja. Heb jij met voorbedachte raden dit shirt aangedaan? Ja. Nou ja, ik heb wel met voorbedachte raden een shirt aangedaan. Ik wil gewoon naar de stad waar mensen bij zijn. Maar niet dit shirt. Tepels zijn niet heel vegan. Nou jongens, ik weet niet hoe dat werkt, dan koken ze ook, maar proost, hè? Yeah. Ja, had je nou maar geoefend met grote dingen in je mond stoppen, maar je bent bij mij getrouwd. Gewoon doen, go for it. Bury your face in it.
morgen gaan. Ask questions later. Helemaal niet. Zijn gewoon een stukje. Ja, bestek bij een hamburger. Ja, dat is wel opgeven hoor. Ja, beter wel. Jullie hebben het smaak. Dat is. Doei! Doei, het was lekker. Mag ik wel mee? Ja. Ik ben bij Klaverheld en ik heb daar bloedonderzoek laten doen. Omdat ik natuurlijk het experiment goed wil aanpakken. Zij hebben nu mijn uitslagen, dus die gaan ze me zo vertellen. Ik vind het heel spannend. Ik ben heel benieuwd. Het is toch niet altijd zomaar gezegd dat je gezond bent. Dus dat ga ik nu horen. Fingers crossed. Ik ben bij Klaverheld en ik ben hier met Stephanie. Hallo. Hallo. Hi. Even kort, wat doen jullie hier? Klaverheld bestaat nu 1,5 jaar. En het is een plek waarbij we personal training, voedingsadvies, het verkoop van supplementen, sapjes, we doen vellaponderzoek, dat alles met elkaar combineren. Ja. We dachten, zo'n plek is er nog niet helemaal. Ja, super tof. Ja. Helemaal alles in één dak. Ja. Ja, heel goed. Ja. Ja, via jou heb ik natuurlijk een bloedtest laten doen. Ja. En jij hebt daar de uitslag van. Precies, ja. Wij vinden het heel belangrijk om gezondheid te kunnen meten en niet bezuinigd op gevoel te werken van misschien is dit niet goed, misschien is dat wel goed. En jij gaat natuurlijk best wel misschien wel een heftig experiment doen met jezelf. Wat ik je sowieso zou willen afraden, maar het is natuurlijk fijn om te weten hoe ziet het er nou van binnenuit. Ja. Dus we hebben getest op witte bloedcellen, rode bloedcellen, leverfunctie, nierfunctie, alvleesklier, ook op triglyceridegehalte en cholesterol. Mm-hmm. En 80% is perfect in het groen. Okay. Maar 80%, zeg maar, het allergrootste deel is goed. Maar opvallend is er echt sterk verhoogde triglyceridewaarde. Ik weet niet, heb je er ooit van gehoord? Vaag. Hokje vaag. Ja. Jip en Janneke Taal. Triglyceride is een vetstof. En je krijgt het binnen via de voeding. En het lichaam produceert zelf ook een deel. En bij een te hoog gehalte kan het zich op gaan slaan in het systeem. En die waarde hebben we eigenlijk gemeten. En bij een te hoog gehalte daaraan, dat staat eigenlijk gelijk aan een verhoogd risico op hart- en vaatproblemen. Diabetes, eigenlijk de welvaartsziektes. Ja. Ja, jouw waarde was wel eigenlijk gewoon echt te hoog. En eigenlijk ook zo hoog dat ik zeg, dit experiment misschien eigenlijk helemaal niet zo verstandig. En misschien kunnen we er wel een andere draai aan geven. Ja. De vraag is natuurlijk altijd van, hoe kom je aan zo'n verhoogde waarde? Misschien zit het in de familie, ik weet niet, sport je, leef je gezond, niet, wel. En het allerboeiendste van zo'n meting vind ik eigenlijk dat je gewoon al ziet dat je er lang, slank, dun, jong uitziet, ja. Maar dat is niet zoveel zegt. Nee, dat is sowieso iets wat ik altijd probeer mee te geven. Ja. Slank betekent niet gezond. Het kan gewoon even groot binnen. Zijn. Dat is zeker waar. Ja. Hoe snel kun je nou zoiets opbouwen, die verhoogde Goeie vraag. Is dat een week? Kan ik een week heel slecht hebben gegeten voorafgaande van de bloedtest? Dat zou ze wel echt langer op moeten bouwen. Okay. Ja, het is niet zo'n heel incidentele meetwaarde eigenlijk. Okay. Nee. Maar grote kans dat het dus bij mijn jarenlange halve reep chocola per dag. Dat zou zomaar mee te maken kunnen hebben, ja. Ja, oké, dat was ik al bang voor. Dat draagt zeker niet bij. Nee. Stel, ik ga het junkfood experiment niet doen. Ja. En ik ga met jou aan de slag om mezelf weer gezond te krijgen. Ja. Hoe snel denk je dat ik dan weer een beetje in de positieve waarde kom? Ik denk als je echt 2-3 keer in de week gewoon lekker gaat trainen, je supplementen neemt, je voeding normaal doet, gezonde ontspanning hebt, voldoende drinkt. Dus niks heel extreems, maar gewoon het vasthouden op een normale manier. Mm-hmm. Ik denk dat als we over een maand meten, dat het echt al verbetering kan geven. Oh ja? Ja. Oké. I dare you. Ja, ik moet zeggen, ik ben er wel van geschrokken en ik vind het wel heftig om te horen. En het maakt niet echt dat ik zin heb in een junkfood experiment nu. Ik heb stof om over na te denken. Ja, Ik ga het even laten komen. Ja. Ja, ik zou zeggen, doe het vooral niet en ga de uitdaging de andere kant op aan. Ja. Oké. Ja.
Nou, in ieder geval echt ontzettend bedankt. Ja, fijn dat we het gemeten hebben, denk ik. Nou, ontzettend inderdaad. Ja. Nou jongens, ik heb het misschien niet zo heel erg laten blijken, maar ik ben wel echt behoorlijk geschrokken van de uitslag. Ik heb het even laten bezinken en ik heb over nagedacht. En vooral omdat dit gebeurt er als over gezondheid en toch wel gezonde keuzes, et cetera, gaat. En ik hoop dat ik ook af en toe misschien jullie over wat na kan laten denken wat betreft jullie eigen gezonde keuzes. Zou het in dit geval heel raar zijn als ik de mening van zo'n expert of de uitslag van wetenschap gewoon in de wind zou slaan? En zo zie je eigenlijk ook hoe snel het kan gaan. Ik weet best wel wat over voeding en ik doe best wel mijn best om gezond te leven. Maar balans blijft toch ook wel gewoon een moeilijk ding. En ik denk dat ik ook af en toe wat periodes heb waarin ik misschien iets te veel naar de verkeerde kant doorsla, om het zo maar te zeggen. En iets te vaak te veel chocola eet. Kaas of vlees. En tuurlijk kan het ook nog met aanleg te maken hebben. Er zit wel wat suikerziekte ook in mijn familie. Maar totdat dat bewezen is, wil ik gewoon zelf mijn verantwoordelijkheid nemen voor mijn gezondheid. En hier zelf mee aan de slag gaan. Kortom, het grote junkfood experiment komt dus later. Ik ga dat waarschijnlijk nog wel eens doen. Maar eerst moet ik mijn gezondheid op orde brengen. En als jullie het leuk vinden, ga ik daar een aparte video over maken over dat proces. Sorry als deze video niet is geworden wat je had verwacht. Maar ik hoop dat jullie het even goed interessant vonden. Laat even een reactie achter, dat waardeer ik altijd heel erg. En ik zie jullie volgende week weer. Bye bye. Oh.